Hier zie je verschillende labels. En ook verschillende van die labels, mensen die mij al een beetje kennen, die weten dat daar inderdaad overlap in zit. Dat die eigenschappen eigenlijk samenkomen voor een groot stuk. Dat ze ook heel nauw verbonden zijn in sommige dingen en dat er inderdaad wel gelijkenissen zijn. Maar de vraag voor vandaag is van, heb je dit label nodig om jezelf te zijn? In eerste instantie wil ik eens gaan kijken van wat zouden de voordelen kunnen zijn van een label. De voordelen van een etiket. Het geeft jou in alle geval rust. Of het kan je rust geven. Je weet wat er aan de hand is met jou. Je weet waarom je anders reageert misschien in sommige dingen. Je kan informatie zoeken op internet. Je kan boeken lezen. Je kan je inderdaad daarin verdiepen. In de eigenschappen of de handleiding van het etiket of het labeltje. Het kan ook een manier zijn om te zeggen van, goh, goed, er is niets mis met mij, maar ik ben inderdaad wel anders. En je kan ook aan de hand van die handleiding van het bewuste etiket of het labeltje wat je zou hebben, kan je inderdaad ook gaan vragen aan anderen van, kijk, hou hier of daar rekening mee, kan je dit of dat voor mij aanpassen. Dus dat zijn de voordelen van een etiket. Maar uiteraard heeft die medaille ook twee zijden en zijn er ook nadelen van een label. Een etiket wil inderdaad ook zeggen van anders zijn. Het anders zijn is bekend, je hebt een etiket. In sommige contexten kan je ook gestigmatiseerd zijn. Je kan opvallen. Er kan onbegrip zijn in sommige situaties, omdat je bepaalde privileges krijgt in verband met jouw label of etiket. Je kan ook het gevoel hebben dat je alleen bent. En uitzonderingsmaatregelen kunnen extreem doorslagen naar de persoon, dat de persoon zelf in een slachtofferrol kruipt. En dat is ook niet echt wenselijk, denk ik. Maar dus dat brengt ons terug bij de vraag van, is dat label nodig? Is het zinvol om een etiket te hebben? Als ik bij mezelf kijk of bij de mensen die ik begeleid, dan merk ik dat het in een bepaalde periode zinvol is om een etiket of een label te hebben. En dan denk ik inderdaad in de beginfase, als je echt je zelfvertrouwen of het gevoel van goh, ik kan het hier niet meer aan, ik zit geblokkeerd, daar kom ik straks nog even op terug. Als je in zo'n situatie zit, dan kan een label echt wel zinvol zijn. Een label kan dan helpen om jezelf terug te vinden, om terug bij jezelf te komen. Om terug te durven erkennen van goh, ik ben inderdaad anders en dat ook toe te geven en ook te communiceren naar anderen. Maar aan de andere kant liggen voor mij de kansen voorbij het label. Dus ja, het kan zinvol zijn een bepaalde periode, maar als je echt je kansen wil benutten, dan liggen ze voorbij dat label. En eigenlijk wil ik nu eventjes teruggaan naar een groep mensen. Als we een groep mensen bekijken, dan is in wezen iedereen verschillend. Iedereen heeft bepaalde talenten, bepaalde sterke punten en bepaalde dingen die hij of zij minder goed kan. Maar door alle strakke en gecontroleerde systemen in onze westerse maatschappij gaan die verschillen uitgevlakt worden. En dat geldt voor iedereen, ongeacht of je nu een etiket hebt of niet. Sta me toe om eventjes een voorbeeld te geven of deze tekening te gebruiken om uit te leggen wat ik eigenlijk wil doen. Ik ga het even heel wit-zwart voorstellen. Dus maar om het duidelijk te maken en om het te kaderen. Als je kijkt bovenaan deze tekening, dan zie je eigenlijk allemaal kleuren. Dat zijn allemaal mensen met verschillende talenten, de variëteit en de diversiteit. In onze cultuur worden mensen door een eenheidsstraatje of structuur geduwd. En denk dan aan, bijvoorbeeld op de lagere school, daar begint het voor mij al. Je moet op een bepaald moment een bepaald AVI-leesniveau hebben. Je moet dit kunnen, je moet dat kunnen, je wordt constant getoetst en getest. En als je heel goed nadenkt, dan wordt dat ook doorgetrokken in je carrière. Je moet dit certificaat halen, die extra cursus, enzovoort, enzovoort. Op het werk moet je bepaalde competenties hebben. En daar moet je aan gaan werken. Dus door het feit dat ze iedereen door dat onderste die onderste baas gaan samenduwen, die eenheidscultuur, zie je daar dat dat eigenlijk zwart wordt. En naar mijn aanvoelen wordt het eigenlijk verschraald. En gaat het een verlies zijn van kleur, letterlijk dan, zoals ik het hier heb afgebeeld, maar ook een verlies van talenten. Omdat je eigenlijk nog alleen gaat werken met die competenties of die dingen die eigenlijk nodig zijn. En zoals gezegd, dit geldt niet alleen voor beelddenkers, dit geldt eigenlijk in wezen voor iedereen.
Ik las een tijdje geleden deze krantenkop. Als je iedereen door een vleesmolen haalt, moet je niet verschieten dat er worsten uitkomen. Ik weet echt niet meer van wie deze quote is, maar ik vind ze wel frappant. En als je erbij nadenkt, dan is dat ook wel wat we voor een groot stuk aan het proberen doen zijn. Het is onbewust, want ik kan me niet indenken dat iemand onze maatschappij, onze scholen, onze werkomgevingen zo georganiseerd heeft, bewust om die te doen, maar het is wel wat het nu is. Door al die regulaties. Als ik mijn tekening er terug bij neem, dan wil ik het met jullie ook eens van een andere kant gaan bekijken. Stel, we kijken het vanuit het standpunt van de beelddenker. Dan ben je eigenlijk jezelf continu gaan aanpassen om door die smalle onderste straat, om het zo even te noemen, om door dat systeem te gaan, om daarin te passen. En in mijn beleving ben je je dan onbewust onbekwaam geworden. En ik zal me even verduidelijken wat ik daarmee bedoel. Om door die straat te geraken, daar onderaan, die eenheidscultuur, ga je als beelddenker heel sterk gedreven worden om te gaan werken met aangeleerde vaardigheden. Omdat je je constant gaat aanpassen, ga je eigenlijk je energie verliezen en ga je eigenlijk heel hard moeten werken om bij die aangeleerde vaardigheden de basis te halen en ga je je talenten vergeten. Hoe komt dat ook? Omdat de meeste organisaties of de meeste van die systemen, die zijn heel lineair georganiseerd, met strakke procedures, strakke processen. En dat is eigenlijk iets waar beelddenkers zich absoluut niet in thuis voelen, waar ze zich ook absoluut de juiste talenten niet voor hebben. Om meer te vertellen over de talenten en de aangeleerde vaardigheden die ik gebruik als model in mijn opleidingen en die je hier en daar ook zal terugvinden, wil ik je eigenlijk ook graag verwijzen naar het webinar wat ik opgeladen heb op de kennisdatabank. En daar gaat het over talenten en daar worden die stappen tussen talenten en aangeleerde vaardigheden, die verschillen eigenlijk nog meer uitgediept. Dus voor meer informatie verwijs ik jullie naar daar. Als ik nu eens verder teruggrijp naar die beelddenkers. Dus die gaan net als iedereen mee door die eenheidscultuur en dan krijg je die vervlakking van die unieke talenten van mensen en vooral van die beelddenkers die zich onbewust constant gaan aanpassen. Als je onbewust constant blijft aanpassen, dat is ook wat je ziet bij veel beelddenkers, op een gegeven moment lopen die gewoon vast. Die hebben het gevoel dat ze eigenlijk niet meer tot dingen in staat zijn. Ze worden ook niet meer echt gewaardeerd op de lange termijn, want als je je constant gaat aanpassen of constant gaat werken met aangeleerde vaardigheden, het term zegt het ook al, aangeleerd, het is iets wat niet van jou is, het is iets wat aangeleerd is. Met andere woorden, het is iets wat je geleerd hebt en daar moet je eigenlijk heel hard voor werken om daar een minimum vereisten of een minimum niveau in te halen. Neem het voorbeeld van een talentvolle sporter. Denk bijvoorbeeld aan een Epke Zonderland of aan Kim Kleisters, een tennister en een turner. De meesten onder ons kunnen zo hard trainen als ze willen, maar ze gaan nooit het niveau halen van Epke Zonderland of Kim Kleisters. Je gaat altijd misschien een basisniveau halen ooit, maar nooit uitblinken. En dat zijn die aangeleerde vaardigheden. Maar zit je dan met iets te werken wat jouw talenten zijn, dan ga je wel schitteren. En dan ga je wel energie hebben. Dus, door het feit dat je door die eenheidsstraat moet gaan, waarbij je je eigen talenten, natuurlijke talenten, niet meer kan gebruiken, ga je inderdaad heel veel energie nodig hebben om te blijven overleven. En dan ga je inderdaad op een gegeven moment vastlopen, want iemand die niet uitblinkt in zijn job, die wordt ook zelden geprezen, omdat je maar net de minimumvereisten haalt, terwijl je als persoon wel keihard werkt. En op zo'n momenten is het dikwijls, loop je vast en ga je kijken van, goh, wat is er hier aan de hand? En ga je zoeken en kom je soms bij een label terecht, of bij beelddenken of wat dan ook. Of is het iemand uit je omgeving die zegt van, goh, dit werkt echt niet meer voor jou. Ik heb iets gelezen over beelddenken, ga hier eens verder bij kijken. Nu, op het moment dat je dat label herkent of erkent of daarmee gaat zoeken van wat dat voor jou kan betekenen, wat gebeurt er dan?
Voor mij kom je dan eigenlijk in een aanvaardingsproces of in een groeiproces. En ik vergelijk het sommige aspecten, wat ik zowel bij veel van mijn klanten zie als bij mensen uit mijn omgeving, is dat je gaat door een stukje rouwproces. Je kan het vergelijken met het rouwproces wat beschreven is door Elisabeth Kübler-Ross. Of er zijn ook nog andere modellen. Maar je hebt een aantal stappen en ik zal ze even benoemen. Misschien ga je in eerste instantie wel even blij zijn van herkenning. Oef, ik weet nu wat het is. Maar heel snel gaat het toch wel die rode pijl tot beneden. En dan zit je eigenlijk met opstandigheid verwerpen en niet aanvaarden. Dus als je helemaal bovenaan die uitgerokken of uitgesprongen u ziet, linksbovenaan, dan ga je inderdaad een blokkade hebben. Het zij dat je een fysieke blokkade hebt, het zij dat je inderdaad je ontslag krijgt of in een organisatie opzij gezet wordt. Maar je wordt ergens geblokkeerd. De volgende stap is die ontkenningfase, waardoor dat je bij jezelf gaat zeggen van nee, het is niet zo, zie je wel dat ik het kan en je gaat je blijven aanpassen. Een volgende stap kan zijn dat je inderdaad toch even in die slachtofferrol komt van goh, als het zo zit, dan moet de wereld zich maar aanpassen aan mij. En eens je daaronder komt, dan kan je dikwijls, ben je echt wel klaar om terug die connectie te maken met jezelf, die verbinding terug met jezelf van oké, ik ben anders, maar ik ben helemaal oké. En dan kom je aan de groene kant, dan zit je helemaal onderaan die U-curve en kom je terug aan die groene kant. En dan merk ik inderdaad, die pijl heb ik ook naar boven getekend, want dan gaat het meestal ook wel snel. Dan is de eerste stap van, oké, wat kan ik dan anders dan of beter dan anderen? In een tweede stap kan je dan zeker gaan kijken van, hoe kan ik hier nu mee aan de slag? En eens je inderdaad daar zit, dan heb je genoeg inzichten om tastbare en zichtbare resultaten neer te zetten. Wat is nu mijn troef en hoe kan ik daarmee aan de slag? Dus, stel, je zit in het moment dat je zegt van oké, mijn label, het voelt helemaal oké met het label. Wat gebeurt er dan? Of wat gaat er dan gebeuren? Dat wil zeggen dat je toch wel een aantal zaken zal moeten afscheid van nemen, maar je hebt ook nieuwe kansen. En laat ons daar even op inzoomen. In eerste instantie, de nadelen, en dan wil ik het terugzetten, specifiek op het label of het etiket beelddenker. Afscheid nemen. Dat zijn deuren die letterlijk toegaan. En dat kan heel letterlijk zijn en soms heel ver gaan. In mijn geval heb ik inderdaad mijn diploma aan de kant gezet. Ik doe daar niks meer mee met mijn originele opleiding, maar daar zover kan het gaan. Concreet, waar moet je aan denken? Aan dingen die beelddenkers niet goed kunnen. Dus routineactiviteiten, probeer die zoveel mogelijk te beperken. Dossiers minutieus opvolgen en vervolledigen is ook voor de meeste beelddenkers iets waar ze absoluut niet blij van worden. Taken volgens heel strakke procedures uitvoeren, telkens opnieuw het identieke proces. Het zijn allemaal dingen die je echt best gaat vermijden, je bent er niet sterk in, je gaat er geen energie van krijgen en je gaat er absoluut niet blij van worden. Dus dat kan misschien zijn dat je zegt van, oef, daar kan ik van afkomen. Maar, dan moet je ze natuurlijk wel weten omdraaien. En welke taken kan je dan in de plaats zetten, de voordelen van de beelddenkers? Waarschijnlijk kennen jullie er zelf ook al wel een aantal. Creatief in het bedenken van oplossingen. Ideeën, elke dag een idee, dat is heel fijn om dat te vragen aan een beelddenker. De meeste zijn heel snelle denkers en zien de oplossingen. Uitleggen hoe je ertoe komt, dat is een ander paar mouwen, maar zien, de oplossing zien is inderdaad wel sterk. Verschillende ervaringen en kennisdomeinen bij elkaar brengen en met elkaar verbinden. Dat is uniek voor beelddenkers. Zien en voelen wat er in een groep leeft, ook al wordt het niet uitgesproken. Praktische oplossingen. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken waar beelddenkers supergoed in zijn, die zij moeiteloos kunnen, waar ze heel veel energie van krijgen. En dan is het inderdaad belangrijk om te gaan kijken dat je die elementen zoveel mogelijk kan meenemen in jouw werk. Dus, als jij je anders zijn niet kan accepteren, maar ervoor kiest om jezelf bewust of onbewust te blijven aanpassen,
Dan ga je blijven werken met die aangeleerde vaardigheden en dat kost je handenvol van jouw kostbare energie. Ieder van ons heeft als persoon een beperkte hoeveelheid energie in voorraad. Het goede nieuws is wel dat die energie oplaadbaar is en vandaar de vergelijking met een batterij. Dus stel dat je de batterij in het midden neemt, daar zie je dat er al een aantal, één blokje is er weg, maar er zit nog, ze is nog voldoende opgeladen. Dan is het heel slim om te zorgen dat je terug naar de linkse batterij kan gaan, een volledige opgeladen. En dat je inderdaad, dat kan je doen door met jouw natuurlijke talenten te gaan werken. Zit je ergens echter in een job waar je vooral met aangeleerde vaardigheden gaat moeten werken, dan is de kans heel groot dat je op termijn naar de rechterkant overhelt en dat je inderdaad met een rode, een bijna lege batterij zit. Dat is heel gevaarlijk, omdat je op zo'n momenten veel gevoeliger bent voor stress, voor burn-out en voor bore-out. Dus het is echt wel de kunst om te gaan spelen en te zorgen dat die batterij opgeladen blijft. Nu, als je zegt van, goh, ik ga toelaten om anders te zijn. Ik ga echt kiezen voor die aanvaarding van iedereen is anders, dus ik ook en ik mag daar ook zo zijn. Dat is voor mijn part ook opent de deur naar die persoonlijke groei openzetten. En dan word je ook krachtiger. Je gaat ook veel sterker in je eigen schoenen staan. En dat heb je ook nodig. Laat me deze persoonlijk voorbeeld uit de praktijk even meenemen. Een paar dagen geleden kreeg ik de opdracht in een groep om een beeld te maken van het begrip draagvlak. Ik nodig je uit om even na te denken, te verbeelden. Je mag het tekenen als je wil, maar je mag het ook in je hoofd houden. Hoe dat beeld er voor jou zou uitzien. En dan, dit was de tekening die de meeste mensen van de groep maakten. Dus een voorstelling. En dit is mijn tekening. Zo heb ik er maar één gezien in heel de groep. En dat is vermoedelijk ook wel iets wat meer beelddenkers overkomt. Je kijkt vanuit een hele andere hoek. En uiteraard weet ik ook wel die term draagvlak in de context in een businessomgeving en weet ik ook wel dat de meesten het op een andere manier zullen verbeelden, maar dit was het eerste wat bij mij opkwam. En mijn tekening is een andere interpretatie, maar absoluut niet fout. Als ik die twee nu naast elkaar zet, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik vroeger zou ik mij echt wel doodgegeneerd hebben. Ik zou echt verveeld hebben gezeten met de situatie, aan mezelf zijn beginnen twijfelen en het gevoel hebben gehad dat ik dingen moet uitleggen. Maar nu vond ik het gewoon oké. Het is een ander beeld en ja, het is een bewijs van heel spontaan. Ik kijk op een andere manier, want het is niet beter of niet slechter. Maar dus stel dat je inderdaad durft om jouw eigen kleur te laten zien, ook al val je dan heel duidelijk op, zoals die gele of die gekleurde ballen hier in het ballenbad. Je wordt krachtiger, je wordt sterker. Je staat sterker in je schoenen en je blaakt van zelfvertrouwen. En als je echt heel veel met je talenten aan de slag bent, dan loop je ook over van energie. En dan is er ook een keerzijde aan die medaille. In sommige gevallen word je dan als beelddenker die echt heel goed, heel sterk in zichzelf teruggelooft, word je een bedreiging voor je omgeving. En hoe zit dat dan in elkaar? Wel, een beelddenker is een snelle denker. Met andere woorden, je gaat, als je echt heel sterk bij jezelf bent en heel goed met jezelf in het trainen bent van dat is heel, ik ben helemaal oké zoals ik ben, dan ga je veel sneller werken en op een manier die bij jou past. Collega's kunnen jou dan in sommige gevallen als een bedreiging gaan vormen. Denk bijvoorbeeld aan collega's die helemaal niet van verandering houden, die rustig op een gezapig tempo hun eigen werk willen doen en die jou dan als een sneltrein zien voorbij razen en die zoiets hebben van maar ik wil niet opgejut worden of opgejaagd worden om ook sneller te gaan werken. Ik wil dat het blijft zoals het nu is. En dan ben jij met je snelle denken en je snelle werken echt wel een bedreiging. Aan de andere kant,
besef je dan ook dat je het overzicht ziet. Dat je weet in elke situatie wat er speelt en dat je daar ook van bij de start rekening mee wil gaan houden. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen, terwijl andere collega's stap voor stap gaan werken. En op dat moment nog niet helemaal kunnen vatten wat jij allemaal mee wil nemen van bij de start, als inzichten, als obstakels of wat dan ook. En ook daar word je aanzien als een lastpost die alles veel te ingewikkeld wil maken. Soms zie je dingen die jouw leidinggevende niet wil zien of die hij of zij liever toegedekt wil houden. En op dat moment ben jij ook een bedreiging. Terwijl eigenlijk als beelddenker heb je op dat moment gewoon het feit van ik zit eigenlijk heel goed in mijn vel, ik voel mij hier helemaal oké en ik kan nu eindelijk op mijn manier bijdragen aan het resultaat van het team. Je wil bijdragen en je wil absoluut niemand eigenlijk voor het hoofd stoten. Maar door te doen op de manier zoals jij het zou willen en eigenlijk inderdaad op jou, de manier die bij jou past, uiteraard binnen het kader van jouw werkomgeving, als het moet daar wel in passen, ben je echt wel anders en ga je dat ook wel anders laten zien. Ga je daar inderdaad ook wel opvallen. Aan de ene kant kan dat narigheid veroorzaken, maar weet dat dit kan voorvallen. Het kan opgelost worden met heel goed communiceren. En in een aantal gevallen kan communicatie echt oplossen. Maar in andere gevallen zal de organisatie of zal het team zal je dat moeten verlaten. Het zij dat je dat vrijwillig doet of het zij dat je verplicht gaat worden. Het is super jammer, maar ik zie het heel dikwijls gebeuren. En dat is zeker iets wat ik voor zou zeggen van wees je daarvan bewust. En het is zeker niet de reden om om niet te zorgen dat je zelf terug kunt groeien en dat jouw zelfvertrouwen groeit, maar weet dat dit kan gebeuren. Want je kiest eigenlijk voor jouw gezondheid en jouw geluk of inderdaad te blijven in een situatie waarin je misschien minder narigheid hebt, maar waar dat je eigenlijk wel slechter gaat functioneren of eigenlijk niet tot je recht gaat komen. Dus dat moet je wel zeker in je achterhoofd houden. Dus ik merk dat een label zeker kan helpen in een persoonlijk groeiproces en dat je op een bepaald moment ook dat label niet meer nodig hebt als je inderdaad door die zelfkennis gaat weten waar jouw sterke kanten liggen en waar je niet goed in bent. En dat ook durft benoemen. Dus dat is dat persoonlijk groeitraject. Op dat moment is volgens mij het label echt niet meer van belang, want dan ga je het gewoon in het algemeen benoemen en ga je het ook bespreken. Even terugkomen op die sterke en die minder sterke kanten. In sommige gevallen ga je die minder sterke kanten, ondanks dat je weet dat die minder sterke kanten jouw aangeleerde vaardigheden zijn en dat je daar echt wel meer energie nodig voor hebt om daar goed bij te functioneren, in sommige omstandigheden ga je daar toch voor kiezen om die bij te spijkeren. Denk bijvoorbeeld aan je persoonlijke administratieregelen. Ik denk dat je daar alle belang bij hebt dat je die zaken op orde hebt. Of je hebt daar een heleboel narigheid mee. Maar weet dat dat soort zaken meer energie kosten, dus dat je die moet compenseren door op andere vlakken echt wel met jouw talenten te gaan werken, zodat die energie kan stijgen. In andere gevallen ga je bewust zeggen van niets daarvan, ik ga die niet meer bijspijkeren, ik ga die anders organiseren of andere oplossingen zoeken. Als we terug dat voorbeeld nemen van die persoonlijke administratie, dan zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld dat jouw partner wel heel sterk is in administratieve regelingen. En dan maak je inderdaad heel goede afspraken van dat hij of zij dat voor jou regelt. Stel dat je nu in een team of in een organisatieomgeving zit en dit is niet overal bespreekbaar, maar in de organisaties waar het bespreekbaar is, zou ik het zeker proberen aan te kaarten. Dan ga je kijken binnen het team van waar de talenten en de sterktes van iedereen liggen. Als jij bijvoorbeeld een beelddenker bent, dan ga je het heel, dat heb ik er straks eventjes aangehaald, dan ga je het heel lastig hebben om administratieve taken te doen, om te zorgen dat dingen in orde zijn, dossiers in orde zijn, dossiers opgevolgd worden. Dat kan het talent zijn van een collega van jou die het heel fijn vindt om elke dag goed te weten van kijk, vandaag moet ik aan die dossiers werken, ik moet dat en dat opvragen om dat dossier te vervolledigen. Stel dat je leidinggevende aan jullie beiden zou vragen van kijk, dit is heel mooi, maar vanaf nu wil ik elke dag dat jullie één verbeteridee noteren en binnenbrengen.
dan gaat dat voor de persoon die beelddenker is, gaat dat waarschijnlijk heel fijn zijn, omdat die toch ideeën en verbeteringen ziet, constant eigenlijk. Dus dat gaat een heel fijne vraag zijn. Maar die persoon die liever aan die dossiers werkt, als je aan hem of haar vraagt van ik wil van jou elke dag een verbeteridee, het zou wel eens kunnen dat dit een heel lastige vraag is en dat het een heel moeilijke opdracht is. Dus dat is één zaak. Stel dat die ideeën ook nog ingevoerd moeten worden, geïmplementeerd moeten worden, dan zal die beelddenker het heel lastig hebben, want dat zijn meestal de mensen die het lastig hebben om van A tot Z iets in te voeren. Maar die persoon die aan dat dossier, die de dossiers graag opvolgt, zal waarschijnlijk veel liever het planmatig invoeren en opvolgen. Dus als je die twee kan samenbrengen, gaan ze eigenlijk alle twee veel meer energie hebben en eigenlijk ook veel meer plezier en motivatie halen uit hun werk, omdat zij inderdaad met hun eigen talenten bezig zijn.